crew van Erwin met onze Miss Teen Caribbean Suriname, Nicole Santana. Welkom Nicole. Dank u. Wie is Nicole? Nicole is een 19-jarige jonge dame die op Adventus Middelbare School zit in de laatste klas van het VWO. Mijn hobby's zijn schrijven, lezen, tekenen en dansen. En ik ben heel gepassioneerd om te reizen en ik hou heel veel van de natuur. Welkom terug in de studio van RBN met Nicole. Nicole zit op het VWO. Wat wil jij later doen? Ik wil in de toekomst een notaris worden, dus ik wil notarieel recht studeren. En Nicole gaat Suriname vertegenwoordigen in het buitenland. Kan je ons meer daarover vertellen? Yes, ik ga Suriname volgend jaar vertegenwoordigen in India. Eigenlijk is het dit jaar toch, want het is al 2022. Oh. Heel veel succes Nicole! Nicole, welke vraag moest jij beantwoorden tijdens jouw deelname aan het contest? Er werd aan mij gevraagd, als ik de kans zou hebben om iemand anders te zijn, wie zou ik kiezen en waarom? Wauw, en wat was je antwoord? Mijn antwoord was dat ik door de jaren heen zo hard heb gewerkt om een zelfverzekerd persoon te zijn en van mezelf te houden. Dat ik vandaag niemand anders dan mezelf zou kiezen als ik de kans had. En daarom zeg ik tegen iedereen, be yourself, love yourself. En kies elke dag ervoor om jezelf te zijn. Wauw, heel mooi antwoord. Geen wonder dat je hebt gewonnen. Nu snappen we alles. Het is onze nummer 1, Nicole Santana, Miss Teen Caribbean Suriname. Welkom terug in de studio van RBN bij Nicole Santana. Wat was je talent? Tijdens de talentenronde heb ik gekozen om te dansen. Ik heb een mix van ballroom en contemporary gedanst op de liederen Havana van Camila Cabello en Lovely van Billie Eilish. En wie heeft deze dans voor jou gechoreografeerd? Ikzelf. Echt? Jawel. Hou je zo van dansen? Ben je al zo lang bezig met dansen? Ja, ik heb tot mijn 15 jaar gedanst bij Marlene School Ballet. Wow. Welkom terug in de studio van RBN met Nicole. Als ik zo naar je kijk, lijkt je veel op een hundie staan. Maar wat is de werkelijke samenstelling van Nicole? Ik ben half Dominicaans, vandaar de familienaam Santana, en ik ben half Hindoestaans. En wie is wie? Vader, moeder? Mijn moeder is een Dominicaanse en mijn vader is een Hindoestaan. Ik heb me laten vertellen dat je heel veel talen spreekt. Ja, ik spreek Spaans, Nederlands, Engels en Portugees. Ik hoef je niet te vragen of je Portugees hebt geleerd. Nee, ik heb Portugees geleerd met vrienden, etc. Want juist praat ik van huis uit Spaans en Nederlands. En dan Engels heb ik op school geleerd en Portugees met vrienden. Ik hou heel veel van talen en ik leer ze ook heel makkelijk. Je hebt een talenknabbel. Ja. En wat praat je met je moeder? Spaans. Dus je hebt een 10 voor Spaans op school? Ja. Ik ben elk jaar met een 10 geslaagd. En we willen graag weten welke hobby's Nicole heeft. Zoals ik net vertelde, heb ik gedanst tot mijn 15. Ik hou nog steeds heel veel van dansen. En ik hou van schrijven. Ik hou heel veel van verhaaltjes schrijven op een platform die Wattpad heet. En ik schrijf in mijn vrije tijd gedichten. Ik hou heel veel van tekenen. En vroeger schilderde ik ook. Oké. Nicole, ben je van plan ooit een gedichtenbundel te schrijven en te publiceren van jouw hand? Dat klinkt heel leuk en waarom niet? Ja. Het zou heel interessant zijn. En hetzelfde geldt ook voor een verhalenbundel. Ja, dat zou ook kunnen. Ik hou heel veel van schrijven. Ik kijk er naar uit, vooral daar je zo'n talenknabbel bezit. Ja. Welkom terug in de studio van RBN met Nicole. Ik wil graag wat meer weten over jouw sociale bezigheden. Sinds het begin
van de competitie zei ik dat een van mijn doelen waren om te werken met speciale kinderen. Daarom wil ik nu als miss richten om stichtingen en scholen die zich bezighouden met speciale kinderen te stimuleren. En in de toekomst ben ik ook van plan om dan een stichting op te richten voor speciale kinderen. Hoe ik dat zou doen? Ik heb de titel van Miss Teen Caribbean Suriname 2021. Dat trekt de aandacht van vele mensen. En ik wil mijn platform en de aandacht gebruiken om dan bedrijven en mensen die me zouden willen stimuleren, dan te vragen om dat te doen, om dan zo snel als mogelijk mijn doel te bereiken. Nou, we houden je in de gaten, maar we willen je natuurlijk heel veel succes toewensen. Ik wil graag weten wat je iedere keer bedoelt met speciale. Speciale kinderen met speciale kinderen bedoel ik kinderen met het autisme spectrum, kinderen met Down syndroom, etc. Kinderen die dan een beperking hebben. Ik heb zelf een broertje die autisme heeft en ik maak het van dichtbij mee. Gelukkig hebben we de kans om hem dan naar de psycholoog, de babelaar, etc. te brengen. Maar hierdoor heb ik ook kennis gemaakt met kinderen, familie die niet de kans hebben om hun kinderen dan naar deze specialisten te brengen. Ze zijn heel duur en er zijn heel weinig in Suriname. En daarom ben ik dan geïnspireerd om dan deze familie te stimuleren. Prachtig, dame. Prachtig. En ik wil graag weten van Nicole wat eigenlijk autisme is. Nou, autisme is een spectrum, is iets waarmee kinderen worden geboren. En het is een hersenachterstand, om het zo te zeggen. Kinderen die bijvoorbeeld 5 jaar oud zijn, hebben de kennis niet en gedragen zich niet als kinderen van 5 jaar, maar net kinderen die 2 jaar zijn. In mijn broertjes geval kan hij bijvoorbeeld nog niet praten. Hij zingt, hij spreekt woorden uit, hij kan zichzelf uiten door andere dingen te doen, maar hij kan niet praten. En er zijn heel andere voorbeelden die ik kan opnoemen. Nou, het is heel interessant. En ik vind jou een hele knappe dame. Dank met u. Hele mooie doelen. En ja, ik hoop dat je het allemaal kan verwezenlijken. Heel veel succes, meisje. Zet hem op. Heb jij een boodschap voor de geweldige kijkers van RBN? Ja, ik heb een boodschap voor de jongeren van Suriname. En dat is, stop nooit met dromen. Droom over een betere leven, over een betere wereld, een betere Suriname. En laten we allemaal gezamenlijk werken aan een betere wereld. Bedankt. Ik weet zeker dat u heeft genoten. Blijf afgestemd op RBN Rapas Broadcasting Network kanaal 5.1. De cameraman is Sagere Wat. Mijn naam is Fosia. En tot de volgende keer. Goedenavond kijkers en luisteraars. Vanavond tegen laat brengen wij u de volgende nieuwsonderwerpen. In het kader van het officieel bezoek van de president van Brazilië is er zondag 16 januari een voorbereidend overleg gevoerd met de stakeholders en de werkgroepen van Suriname en Brazilië. De werkgroep treft de nodige voorbereidingen in verband met het bezoek van de president van Brazilië op 20 januari. De presidentiële delegatie van Brazilië zal op de Johan Adolf Bengel International Airport verwelkomd worden. President Santoki zal de delegatie ontvangen op het presidentieel paleis. Gedurende dit bezoek zullen beide presidenten ook een ontmoeting hebben met hun collega van Guyana, Mohamed Irfan Ali, die op dezelfde dag een werkbezoek brengt aan Suriname. Na bilaterale gesprekken tussen Suriname en Brazilië zullen beide presidenten overgaan tot het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Op vrijdag 21 januari vertrekt de Braziliaanse presidentiële delegatie vanuit Suriname richting Guyana.
De recentelijke door de overheid aangepaste loonbelasting levert de loontrekker ingaande eind januari een extra besparing op. Ismael Kalaikhan, directeur der belastingen, zegt dat het bedrag dat men extra overhoudt niet gezien moet worden als een verhoging. Ten aanzien van de loonbelasting geeft Kalaikhan aan dat de belastingvrije zone wordt opgetrokken naar 4000 SRD. Loontrekkers met een bruto salaris onder dit bedrag zullen geen belasting meer betalen. Dit betekent voor de gemeenschap dat degenen die reeds in aanmerking kwamen voor de heffingskorting geen verschil zullen merken in het netto salaris. Tevens is de solidariteitsheffing ook weggevallen. Volgens hem moet het niet worden gezien als een loonsverhoging, maar als een besparing. Iemand die 5.900 SRD aan salaris per maand verdient, houdt nu 614 extra over. Er is bij deze berekening geen rekening gehouden met de vaste lasten en inhoudingen per individu. Er is uitgegaan van het bruto salaris. In de toekomst zal dit worden opgevangen door onder andere de belasting toegevoegde waarde en andere structurele maatregelen die de overheid stapgewijs zal invoeren. Het behalen van verhoogde inkomsten uit de goudsector dit jaar is één van de doelstellingen in het IMF-programma. Ook in het sociaal akkoord is het een punt waar de regering overeenstemming heeft bereikt met de sociale partners. In het herstelplan staat de verhoging van de goudinkomsten ook als actiepunt opgenomen. In het akkoord met het IMF staat dat de royalties voor de grote goudmultinationals verhoogd moet worden naar 7,5%. Of dat er verhoogde belastingen moeten worden geheven bij de kleinschalige goudwinning op zodanig niveau dat het minstens evenveel opbrengt als bij de verhoging van 7,5% royalties. De huidige overeenkomst met de goudmultinationals die bij wet is vastgesteld, voorziet in het betalen van 6% royalties. Verhoging hiervan zou betekenen dat er heronderhandeld moet worden. De regering heeft derhalve gekozen om de meerinkomsten uit de kleinschalige goudmijnbouw te halen door royalties van 2,75% naar 4,5% te verhogen. De kleinschalige goudwinningsactiviteiten spelen sinds jaar en dag over het algemeen zich af in een sfeer van illegaliteit. Uit het IMF-actieprogramma voor dit jaar valt te halen dat men erg strak is met het behalen van targets conform een aangegeven tijdslijn met een uiterlijke datum of maand van realisatie. Dat de Nationale Democratische Partij zich opmaakt om groots uit te pakken op 25 februari 2022 wordt niet ontkend door kopstukken van de Paarse Partij. Vriend en vijand sponsoren de aanstaande viering van de Dag van de Revolutie. COVID-19 mag geen sta in de weg zijn om fors uit te komen. Er zijn wegen en methoden om het gezondheidsgevaar behoedzaam te ontwijken. De Dag van de Revolutie zal gevierd worden. Aan het begin van februari zal een geslaagd revolutionair programma aanvangen en in alle hevigheid gevoerd worden. Het uit te voeren programma wordt zorgvuldig uitgedokterd door de Nationale Commissie Herdenking 25 februari 1980, die vanuit het partijcentrum OSER opereert. De herdenkingscommissie heeft een paar nieuwe gezichten erbij, onder andere de heer Glenn Des. De gebruikelijke revolutionaire seminars, conferenties en lezingen zullen naar alle waarschijnlijkheid minder zijn dan in de voorgaande jaren. De tijd waarin we leven eist activisme om een halt toe te roepen aan ondeugdelijk bestuur en politiek. De jongeren, studenten worden klaargestoomd, strijdbaar gemaakt om de foute richting die Suriname volgt te corrigeren. Dr. Ashwin Ramcharan, diaspora-ondernemer, stelt dat het eerst veel slechter zal gaan alvorens het beter zal gaan in 2022. Dit stelde Ramcharan in een interview tijdens het programma Call Azra Call. Hij sprak verder over de economische en investeringsvooruitzichten in 2022 voor Suriname. Wij brengen u terug naar dat gesprek. Dames en heren, vandaag praten we met Ashwin Ramcharan. Om het goed te zeggen, Dr. Ashwin Ramcharan, hij is van huis uit ondernemer. Hij is een van de vele mensen in diaspora. Hij woont en werkt in Nederland, maar houdt zich al jaren bezig met de ontwikkelingen in ons eigen land, Suriname. En we gaan vandaag een beetje met hem babbelen. Ashwin, nog het beste voor dit jaar en bedankt dat je tijd neemt om even met mij te praten. Ja, dank je Farid. Jij ook bedankt voor de mogelijkheid, luisteraars, en het mooie 2022 toegewenst. Ja, Ashwin, ik wil toch jouw mening hebben over hoe jij denkt
dat het afgelopen jaar 2021 is geweest, economisch en qua investeringsklimaat voor Suriname? Ja, kijk, in 2021 is het natuurlijk een heel slecht jaar geweest. Er is eigenlijk bijna niet geïnvesteerd in Suriname, zeker niet door diaspora of andere investeerders. Dat is een feit. Het is een jaar geweest waarin er heel veel puin is geruimd door de regering. Met de president als leider van zijn team. Kijk, ik beoordeel het afgelopen jaar op twee punten. En dat is één, het oplossingsgericht vermogen van deze regering. En het tweede punt is de integriteit van deze regering. En op beide punten vind ik dat ze een voldoende scoren. Want we zien ook dat ze nu de hele schuldenproblematiek in kaart hebben gebracht. Het is duidelijk waar de schoen ringt, hoe groot het zwart gat is. En als ik kijk naar de manier waarop ze het hebben gedaan, dan is er natuurlijk ook wel wat van te zeggen als het gaat om het benoemingenbeleid en dergelijke. Maar daar wil ik overheen stappen, want ik vind dat eerlijk gezegd niet zo belangrijk als hetgeen ze wel hebben bereikt. En dat is gewoon het land ready hebben om die schuldencrisis te beheersen en eigenlijk de weg te plaveien in 2022 en de jaren daarna voor een prudenter economisch beleid en dus de mogelijkheid voor investeerders om hun investeringen in Suriname op een dusdanige manier te zien renderen dat het positief is. Oké, okay, dus ik verwacht. Ja. Als jullie hebben zelf even aangegeven dat het vrij pover is geweest wat diaspora-investeringen aangaat het afgelopen jaar. Wat zijn jouw verwachtingen qua investeringen over het algemeen die ons land kan verwachten? En laten we uitgaande even voorlopig vanuit de diaspora-kant. Want er zijn veel verwachtingen gewekt vanuit de diaspora Nederland. En wat zijn jouw verwachtingen voor dit jaar? Gaat er iets gebeuren? Gaat iemand wat doen? Zijn de mensen in Nederland nog geïnteresseerd om te komen? Zijn de mensen geïnteresseerd om te investeren? Of blijft het alleen maar bij het babbelen? Nou Farid, ik denk dat we moeten concluderen dat, dat natuurlijk met corona en alle gedoe wat we hebben gehad de afgelopen twee jaar, dat het er niet van is gekomen. Ik verwacht niet dat het storm gaat lopen nu. Ik verwacht niet dat diaspora, althans ik ben ook een investeerder die in het buitenland investeert. Ik heb wat investeringen in Dubai en in Bonaire. Maar ik zou wel drie keer nadenken om te investeren in Suriname. En dat heeft te maken met een aantal belangrijke punten die ik graag met jullie deel. Kijk, we weten allemaal, jij woont daar. Ik praat regelmatig met ondernemers. Ik heb heel veel vrienden van mijn studententijd die terug zijn gegaan en ondernemers zijn geworden en succesvol zijn in Suriname. En als je met hun praat, zeggen ze allemaal het grootste probleem zijn de mensen. Dus je kunt heel moeilijk goede arbeiders vinden. En dus kom ik op het punt wat al sinds 1975 of ervoor al bekend is over Suriname. Suriname heeft een heel beperkt absorptievermogen. Dus ja, ik hoop dat heel veel investeerders met kleine, leuke projecten naar Suriname toe gaan om lokaal werkgelegenheid te creëren. Ik zie dat niet stormlopen. En waarom niet? Omdat men toch twijfelachtig is en vooral ook voorzichtig is, omdat het slecht gesteld is met het absorptievermogen van Suriname. Dus kijk, er zijn oplossingen om dat absorptievermogen op te lossen, maar dat is afhankelijk van de daadkracht en de oplossingsgerichtheid van de regering voor komend jaar. Kijk, Peruanen bijvoorbeeld, dat zijn ook onze broeders in Zuid-Amerika, die kunnen heel goed bouwen. Op Bonaire is de hele bouwsector wordt dus gedomineerd door Peruaanse bouwers. Maar je kunt ook Bangladeshi's naar Suriname gaan halen om dat absorptievermogen groter te maken, waardoor je betrouwbare arbeiders hebt. We zien nou dat er Haitianen zijn en dergelijke. Dus als het gaat om het investeren vanuit de diaspora, denk ik dat we dat het er somber uitziet. Ook in 2022 gaat dat op zich laten wachten. Want de regering heeft nog heel veel te doen. Oké, dus het is vrij somber gesteld voorlopig voor dit jaar, volgens jou. Maar wat zijn jouw economische vooruitzichten in het algemeen? Dus we hebben het niet meer over diaspora, maar hoe zie jij de economie van Suriname zich ontwikkelen voor dit jaar ten opzichte van het afgelopen jaar? Want de president heeft gezegd, 2022 wordt beter.
Ja, ik denk dat dat heel optimistisch is van de president. En ik gun hem van harte zijn optimisme. Maar ik moet zeggen, als je kijkt naar de feiten, dan zal het eerst veel slechter gaan. Zeker de eerste komende 6 maanden. Kijk, we zeggen wel, IMF is aangekomen. Dus het is nu even een vooruitzicht op Walhalla. Maar dat gaat niet gebeuren. IMF gaat natuurlijk nu zijn quarter, dus iedere kwartaal gaan ze reviews doen. En de vraag is hoe Suriname dat gaat oppakken. Kunnen ze dat monitoring program, wat IMF vereist, kunnen ze dat goed implementeren? Kunnen ze goede mensen vinden die er bovenop zitten, de rapportages netjes aanleveren aan IMF, zodat IMF zegt, jongens, thumbs up, goed gedaan. Dus ik denk dat we de eerste komende 6 maanden nog heel veel dingen gaan moeten oplossen voordat je een bepaalde stabiliteit krijgt. In het IMF-deel, dan komt IDB, misschien met wat geld, waardoor er wat projecten opgestart kunnen worden. Maar dan is dat absorptievermogen, dus het probleem van je werknemers die de projecten moeten gaan uitvoeren, dat is nog niet opgelost. Kijk, plannen maken, dat weet iedere ondernemer en iedere andere persoon zou dat ook kunnen weten. Plannen maken is geen punt. De president heeft het over, er moeten plannen geschreven worden, hij gaat bureaus inhuren enzovoorts. Maar als je een plan hebt, is het nog niet. Vliegt het nog niet. Hè? Dus het is nog niet tot uitvoer gebracht. En daar zit het probleem in Suriname. De uitvoering is een grote uitdaging. Dus ik zie het nogmaals, ik gun de president van harte zijn optimisme, maar ik zie het somber in. Het is niet realistisch om te denken. Ashwin, je hebt het 2 tot 3 keer aangehaald. Dat je het hebt over het absorptievermogen en je ent vaak genoeg op de arbeidskrachten die wij hebben. Maar het is ook een gegeven dat voor voormalige regeringen, en ik denk ook dat deze regering het gaat toestaan, dat als mensen met projecten komen waarbij arbeidskrachten ook betrokken in zijn, dat de regering het wel gaat toelaten dat de mensen uit het buitenland mogen komen om te werken en waarbij ze werkvergunning zullen krijgen ervoor. Net als hoe ondernemingen als IM Gold en Newmont doen, daar werken een heleboel buitenlandse krachten in. We hebben het gezien bij het bouwen van de raffinaderij, zijn alleen buitenlanders bij betrokken geweest die op contractbasis zijn komen werken. Dus wat houdt die investeerder dan tegen om te zeggen, jongens, ik wil in mijn plan ook mijn eigen mensen brengen? Nou, dat is een hele goede van je, Farid. Daar had ik eerlijk gezegd niet aan gedacht, omdat ik het toch wat kleiner en wat onwennig zie in Suriname. Kijk, de Surinamers moeten gaan beseffen dat ze moeten leren delen. Ze moeten hun land leren delen. Daar is altijd heel veel kritiek op, omdat het oneerlijk is gedeeld in het verleden. Maar laten we beseffen dat ook landen als Dubai en Saudi-Arabië en andere landen waar we nu naar opkijken, dat die landen allemaal zijn gebouwd door buitenlanders. Dus ik vind het aan de ene kant snap ik wel kritiek. Ik heb zelf ook kritiek geleverd op een benoeming van een Nederlandse meneer bij SLM. En nu zie ik ook een Nederlandse meneer bij de Surinaamse bank. Maar kijk, dit zijn misschien dingen waar we aan moeten wennen. Dit zijn goede dingen. Laten we hopen dat het goede dingen zijn. En dat het wat vaker gebeurt. En wat jij zegt, inderdaad, dat mensen, dat diaspora of andere investeerders met hun eigen mensen komen om te investeren en dat absorptievermogen op te lossen. Ik hoop dat het kan. En ik denk dat het ook belangrijk is dat de regering nu beseft dat ze dit soort eenvoudige oplossingen zo snel mogelijk moeten uitwerken en moeten implementeren. Die mogelijkheden moeten ze creëren. Want dat is vaak het probleem. Het duurt heel lang voordat de motor van de overheid draait. Hè? En dus dan ben je weer een jaar verder, terwijl het eigenlijk heel eenvoudig was om die verblijfsvergunningen, die werkvergunningen en dergelijke voor die mensen in orde te maken. Ja. Ashwin Ramcharan, mag ik je dank zeggen voor je bijdrage vandaag in deze uitzending. De gemeenschap dienen houdt in opkomen voor de belangen van onderdrukten, nastreven en gezamenlijk besluiten nemen. Deze opsomming klinkt bijna als science fiction, toch zijn het ridderlijke principes die eens werden nageschreven. Volgens Wilgo Koster, die betrokken is bij de Pater Anton Donici Groep van Latour en coördinator van Stichting Buurtwerk Latour, is de saamhorigheid weggevallen. Ook binnen de scouting is de houding om anderen uit zichzelf te helpen veranderd. Over de doelgroep waarmee hij zich bezighoudt, zegt hij te merken dat op het moment dat het kind verder gaat dan de MULO, de invloed van de ouders ophoudt. Kinderen van Latour en omgeving zullen leren om terug te gaan naar de basis. De weekenden zullen gevuld worden met zaken als normen en waarden. Ze zullen ook leren kijken naar de toekomst, hoe zij hun leven zien over 10 tot 20 jaar. Op deze manier wil de buurtorganisatie weer een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Koster merkt op dat deze activiteiten in het verleden reeds zijn georganiseerd.
de oudste bewoner van het Mahashri Dayanand Kinderhuis van de vereniging Arya Dewaker, Sarah Katun Bakshi, meer bekend als Yeti, heeft haar 81ste jaardag gevierd in het tehuis van de religieuze organisatie. Dit gebeurde met inachtneming van de COVID-19-regels. De bijzondere gelegenheid werd gevierd door het bestuur, coördinatoren en de kinderen van het kinderhuis. Voor haar jaardag is ze deelgenomen aan de zondagse Hawanjaina in de hoofdmandir die speciaal voor haar beneden in de zaal van de mandir heeft plaatsgevonden. Ook heeft ze een taart gesneden en was er een hapje en een drankje. Tante Yeti is vanaf haar geboorte doofstom. Zij werd opgenomen in het kindertehuis en is nooit meer weggegaan. Familieleden van Tante Yeti zijn bij het bestuur niet bekend. Zij heeft zich kunnen aanpassen aan het regime van het kindertehuis en doet ze volop mee aan alle activiteiten. Ze is zelfstandig en heeft weinig hulp nodig. Communicatie met haar geschiedt via gebarentaal. Tante Yeti heeft nimmer onderwijs gehad. De bekende kunstenaar Anand Dwarka zit niet stil, maar is continu bezig met het werken aan nieuwe schilderijen. Het meest recentelijke schilderij is geschilderd met acryl en olieverf op canvasdoek. De afbeelding vertelt dat vanwege corona een vrouw diep in het bos is verdwenen. Na een jaar kijkt ze richting de stad en vraagt zich af wanneer de tijd terugkomt om bij haar familie te zijn en het uitgangscentrum te mogen bezoeken. Verder onthult de kunstenaar dat hij voorbereidingen aan het treffen is voor zijn aankomende solo-expositie met als thema social media. Hierbij mogen kunstliefhebbers werken verwachten waarin Anand laat zien dat men voor het leggen van contact met de COVID-situatie gebruik maakt van apps, videocall en Skype. De solo-expositie staat gepland voor de maand juli en zal plaatsvinden in het centrum van Paramaribo. In de maand oktober zal Dwarka het district Nikeri weer aandoen met een sociaal project na de belofte aan de DC gedurende zijn laatste bezoek aan Nikeri met een expositie. Diego Lapaar is een bekende in de samenleving. De meesten kennen hem van Spelling Bee. Diego Lapaar is vernoemd naar de legendarische Argentijnse topvoetballer Diego Maradona. Diego aanschouwde het levenslicht op 24 augustus 1983 te Paramaribo. Na de algemene middelbare school te hebben doorlopen, studeerde hij MOA en MOB Nederlands. In het dagelijks leven is hij dan ook Nederlands docent. Zijn hobby's zijn lopen, dansen, acteren, lezen en vooral schrijven. Diego schreef korte verhalen, theaterstukken, gedichten, columns en moppen. In 2021 debuteerde hij met het omkeerboek Missie Fualiba onder de amandelboom voor de jeugd vanaf 11 jaar. Niet lang geleden heeft hij een van zijn oude dromen verwezenlijkt. Op 1 november 2021 is hij begonnen met de bacheloropleiding Spaans. En ieder is met zijn eigen kwaliteiten geboren. Zo heeft Diego vele talenten die hij niet aarzelt te gebruiken. Tijdens diploma-uitreikingen treedt hij regelmatig op. Hij verdiept zich niet alleen in zijn eigen vak, maar hij is ook nieuwsgierig naar de lesinhoud van collega's die andere vakken verzorgen. Kortom, Diego staat open om steeds nieuwe dingen te leren. Cameroen en Burkina Faso hebben zich maandag als nummers 1 en 2 van groep A verzekerd van de knock-outfase op de Afrika Cup. Beide landen hadden genoeg aan een 1-1 gelijk spel. Cape Verde zit als nummer 3 in de wachtkamer. Na rust werd het gelijk door geboren Rotterdammer Gary Mendes Rodriguez die met een prachtig hakje scoorde en de Cape Verdianen daarmee hoop gaf op de volgende ronde. Ook Burkina Faso-Ethiopië eindigde in 1-1. Achter Cameroen en nummer 2 Burkina Faso lijkt ook Cape Verde zich te mogen verheugen op de volgende ronden van de Afrika Cup. Met 4 punten is het aannemelijk dat het land tot de 4 beste nummers 3 behoort, die samen met alle nummers 1 en 2 uit de 6 pools doorgaan. Als de Cape Verdianen de knock-out phase halen, is dat de tweede keer ooit.
Dat was Salaat van dinsdag 18 januari 2022. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.